Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie een shoplog met alle dingen die ik heb gekocht in Amerika. Misschien hebben jullie de afgelopen twee video's van mij gezien waarin ik beauty ging shoppen in Amerika. Waarin ik kleding ging shoppen, waar Claire me ging helpen. Die dingetjes ga je terugzien met een aantal extra dingen. Want ik heb natuurlijk niet alleen dat gekocht, zeker de beauty video. Daar moest ik dus stoppen met filmen. Ja, toen heb ik nog wel wat andere dingetjes gekocht. Maar ja, ik dacht, ja, ik laat het gewoon zien in de shoplog, want dan zien jullie alles. En ik heb nog wat meer gekocht, wat andere kleine dingen. Dus laten we snel beginnen met de Amerika shoplog. Is jullie trouwens opgevallen dat dit dezelfde achtergrond is als die campagne die ik laatst had? Ik kreeg best wel veel comments van mensen die dachten dat dat dus een greenscreen was. Maar dat was niet zo. Dit was echt de achterkant. De camera staat nu iets schuiner. Toen filmden we iets meer naar links. Maar dit is echt. Dit is echt, zeg maar, onze huiskamer. En ja, dat was dan echt met de hele crew gefilmd met een hele andere camera. Dus vandaar. Maar goed, ik dacht, grappig detail. Mocht je niet weten hoe en wat met Amerika. Ik ben dus net in Amerika geweest. Met vrienden Max en Marije en met Foef. Zijn wij 10 nachten of 11 nachten. Ongeveer 2 weken in Amerika geweest. En dat was super leuk. We zijn in New York geweest. En nou, het was gewoon mega, mega gezellig. Heel erg leuk. Hele lieve leuke comments op de vlogs ook. Dank jullie wel daarvoor. Mensen worden altijd helemaal blij van Amerika vlogs. Maar ik heb het gevoel dat deze vlogs het echt nog beter deden dan eerdere Amerika. Ik weet niet. Misschien omdat, ja, ik vind het zelf ook heel gezellig om met vrienden op reis te gaan. Dus misschien dat het is of zo. I don't know. Maar mocht je het niet gezien hebben, check dan mijn andere kanaal. Dat is Vlogklos. Die link ik hieronder. En daar zie je elke dag vlogs van dingen die wij in New York deden. Nou, daar heb ik dus ook geshopt. Dus laten we beginnen met de kleding. Alright, ik heb met Claire dus een hele styling sessie gehad. Ik vind haar dus echt een soort geboren stylist. Ik zei ook tegen haar, je moet hier wat mee gaan doen. Je moet in New York mensen gaan stylen. En ze vindt het ook super leuk. Ze kreeg helemaal energie van en zo. Terwijl ik juist, ja, ik weet je, ik vind kleding leuk, maar ik word er helemaal moe van als ik kleding moet passen en zo. En op een gegeven moment heb ik het wel gehad. Maar zij was helemaal, oh, leuk. Dus ja, ik vind gewoon dat zij stylist moet worden in New York. Maar goed, that's me. Dit zijn wat dingen die ik heb gekocht. Onder andere dit broekje. Sommige ken je misschien ook wel van de vlogs waar ik ze al gedragen heb. Zoals in New York had ik dit ook gedragen. Ik vind het een heel cute broekje. Ik ben sowieso gek op korte broekjes. Omdat, ja, mijn feature is altijd mijn benen. En ik, zeg maar, ik bedek liever mijn armen en zo. En dan doe ik mijn benen laten zien. Dat is, zeg maar, mijn look waar ik liefst voor ga. Nou, dit broekje. Het is allemaal Urban Outfitters wat ik nu ga laten zien. Ik zal het even linken als het kan. Maar ik weet niet of alles hier te bestellen is in Nederland. Nou, die droeg ik met dit blouseje. En dit is ook van Urban Outfitters. Heel fragiel, dun blouseje. Heel luchtig. Ideaal voor de 38 graden dat het daar was. Ik vind hem heel mooi. Ik hou heel erg van felgekleurde dingen eigenlijk. De laatste tijd merk ik dat ik vaak naar zwart neig qua kleding wat ik zelf draag. Het is echt heel erg leuk. Diep van binnen ben ik gewoon een soort van kleurrijk. Dat weet ik niet, kleurrijk. Dan heb ik dit jasje. Dit is een super cute lila rib fluwelen jasje. Ik vind hem zo, zo leuk. Ik had geen tussenjas. Ja, ik heb een spijkerjasje wat ik wel eens draag. Maar het is op zich wel leuk om te kunnen afwisselen. Toch met een ander jasje. En deze is ietsje warmer dan een spijkerjasje. Dus ik vind hem super cute. Voor nu is hij net even te warm. Maar stel het wordt ietsje frisser, dan is dit echt een topjas. Dan heb ik deze wrap dress. Hij is ook, nou ja, ja, het is Urban Outfitters, eigen merk, in een mosterdgele kleur. Ik vond het altijd een lastige kleur, maar elke keer als ik hem aan heb, dan krijg ik van mensen te horen van, ja, het staat je wel. Dus, nou ja, vooruit, een mosterdgele jurk. Ik heb hem ook in zwart, die zit in de was. En ik heb ook een ander soort blauw jurkje, ook van dit soort van linnen stofje. Die vind ik super cute, die zit ook in de was, maar die komt nu in beeld van hoe ik hem draag. Wat ik hier leuk aan vind, is dit is echt een wrap, dus die wrap je om je heen, alleen omdat het zo, zeg maar, fladderig is, is het wel, zeg maar, soms zie je, denk je, BH heel goed en zo. Dus ja, op zich vind ik het niet zo heel erg, maar ik heb hem een paar keer gedragen zo, maar ook bijvoorbeeld met een hemdje eronder om het soort van veiliger te dragen. Dan dit Tommy Jeans shirtje, die vind ik super, super leuk. Ik vind sowieso basic shirtjes altijd heel leuk en ik weet het, misschien is het een beetje te basic, maar ik hou ervan om het gewoon te combineren met bijvoorbeeld een leuk broekje of een jasje eroverheen. Te veel tierenlantijntjes, ik weet niet. Ja, alleen misschien voor speciale dingen of zo. Maar zeg maar ook wat ik nu aan heb. Is best wel gewoon een basic zwart t-shirt. Ik word daar heel happy van. En dan leuke accessoires erbij. En de make-up. Ik focus me denk ik meer op make-up en haar. Dat is het gewoon. Maar goed, ik vind het heel fijn dat Claire me heeft geholpen. Want die trekt me weer een beetje terug naar dit is leuk, probeer nieuwe dingen. En twee nieuwe dingen die ik echt heel leuk vind zijn deze schoenen. Dus ik heb twee, wacht, ik hou het niet goed vast. Ik heb 2 paar schoenen gekocht.
Deze rode stappertjes of loof. Nee, het zijn geen lovertjes. Het zijn ja, een soort van mini blokhakschoentjes. Ik zou dit uit mezelf nooit kopen. Want ik heb maat 41-42. En iedereen die een grote schoenmaat heeft, die weet, zulke schoenen met een laag hakje, dan lijken je voeten nog veel groter. En ik heb ze nu al een aantal keer gedragen. Ze zitten ook top. Ze zitten lekker. Ze zitten goed. En ik heb ze in rood, maar ik heb ze ook in deze awesome kleur. Dit is echt mijn favoriete kleur ever. Dat weten jullie. Turquoise, groen, aqua, zeg maar. En ja, die zijn ook heel leuk. En ik heb ze nu een aantal keer gedragen. Dat ook. Rood is echt een kleur die ik niet zo snel zou kiezen voor schoenen. Want ik denk, ja, waar draag ik het nou bij? Maar ik heb ze echt al een paar keer aangehad. Dus... kijk. Dan deze broek. Zwart-wit geruite broek. Ik wilde heel graag een zwart-wit geruite broek. Maar om de een of andere reden zitten ze allemaal voor geen meter bij mij. Dat komt gewoon puur door mijn figuur. Ze zijn vaak wat strakkere broeken. En deze heeft een soort elastiek erin. Waardoor die iets meer met de buik gerekt zit. En dan zit die wel goed ineens. Dan deze witte sweater van Stussy. Dat is een merk wat ook echt al 100 jaar bestaat. Gewoon een witte sweater met een zwart loogje hier. Niet te veel poespas, maar hij zit goed. En weet je, een witte sweater komt altijd van pas. Dus dit is een leuke voor bijvoorbeeld boven die broek. Of nou ja, kijk de video met Claire. Zij laat zien hoe je het kan stylen. Deze roze trui. Ik hou heel erg van zacht roze kledingstukken. Alles wat een beetje girly roze is, dat is altijd al mijn ding geweest. Zie eerste Beautyblush video's. Dus ja, ik heb altijd gewoon een zwak voor roze. Ik ben ook blij dat het een modetrend is nu, want dan zie je lekker veel dingen met roze. Dus... echt mijn ding. Dan een aantal hoedjes. Deze is super leuke rieten hoed. Ik heb best wel een groot hoofd. Dus zeg maar, heel veel hoedjes die zijn te klein voor mij. En deze, die pas ik goed. Ik zal hem even opdoen. Dit is echt een super cute hoedje met twee soorten riet erin. En ja, weet je, ik vind dat fijn om mijn hoofd te beschermen. Dus als ik een goed riethoedje tegenkom, dan wil ik hem hebben. Dan dit zwarte baretje. Dat vind ik ook echt super leuk. Misschien iets te warm voor nu. Maar ik hou ervan. En Claire die heeft me overtuigd om deze te halen. Die vind ik eigenlijk ook wel heel erg cute. Op zich, kijk, voor nu, ja, weet je, als de zon schijnt is het warm. Maar I like it. Ik wil mijn haar niet verpesten. Maar goed, ik vind hem heel leuk en cute. En voor de wat koudere dagen is het superleuk. Dan deze rieten tas. Ik weet dat er nu zo'n trend gaande is van rieten tasjes. En ik vind sommige tasjes dat ik denk, maar wat kan je erin kwijt? Het is te klein. Het is niet praktisch. Maar ik vond deze wel heel praktisch, want... een grote rieten tas, daar kan je tenminste nog allemaal dingen in doen en zo. Dus ik vind hem hartstikke leuk. Leuk voor de zomer, past veel in. Ja, ik heb hem al een paar keer gebruikt. Ik dacht, ja, ben blij met deze tas. Dan heb ik bij Victoria's Secret een hoodie gekocht. Deze in de sale. Er was dik sale bezig. Hij is super, super... ja, het ziet er niet ongelooflijk comfortabel uit. Nou, dat is hij ook. En hij was zeg maar helemaal afgeprijsd. Uiteindelijk was hij echt €25 van echt €70 of €80. Ik heb ermee gevlogen... echt zo comfy. Dit wordt soort van mijn nieuwe go-to comfy trui. Die er heel goed uitziet kwalitatief. Ik weet niet wat voor stof het is, maar het lukt good. En dan heb ik nog wat ondergoed gekocht. En ik wil jullie even een tip geven. Want ik koop dus altijd ondergoed bij Victoria's Secret. Sterker nog, ik draag eigenlijk alleen maar Victoria's Secret ondergoed. Dus elke keer als ik naar Amerika ga, dan koop ik weer exact dezelfde strings. Exact hetzelfde. Neem ik weer mee naar Nederland. En er is namelijk één model string. En dat is echt... zo goed. Wat ik doe, ik neem tegenwoordig zelfs gewoon zeg maar niet te veel ondergoed mee. En dan koop ik daar gewoon weer nieuw. Zodat ik er een voorraadje heb voor thuis. En ik ben niet de enige. Want ik heb ontdekt dat best wel veel mensen die ik ken. Die zeggen maar ja, bij Victoria's Secret hou ik altijd die lace stretchy strings. Nou, dat zijn deze. Mocht je naar Amerika gaan. Ga dan voor deze strings. Die hebben zo'n bandje. Die hebben zo'n van rekbaar lace bandje. En dit is echt top. Want dit snijdt niet in je vet. Dus ik heb dit echt al zo vaak dat ik zeg maar een jurkje aan had. Ik dacht, weet je, dan zie je zo je buik nog. Maar dan trek je er zo een aan en dan zie je niks. Want het is zo'n dikke band. En ik heb dan nu, dit is een huidskleurige. Dit is, weet je, dat draagt onder iets wits of zo. Maar ik heb gewoon alle kleuren van de regenboog. En het is 5 voor €20, geloof ik. En echt totally worth it. Want ik was ze echt 1000 miljoen keren. En ik draag deze die ik al jaren heb, draag ik ook nog steeds. Dus zeg maar, mijn doel is om eigenlijk om al mijn ondergoed wat niet dit is, te vervangen met dit op een gegeven moment. Want... het is het beste dat er is. Goed, dus dat is een tipje. Ik zal even de exacte naam voor jullie opzoeken. Ja, het is letterlijk thong. Dat is hoe het heet. A thong string. Ja. Nou goed, onthoud. Dikke, stretchy, lace band. Top. Dan heb ik sokken gekocht. Ik ken dit merk niet. Het is Hanes. Maar ik kocht dit in de Walmart. Omdat ik sokken nodig had. En ze zijn zo extreem zacht. Echt super fijn. Love it. Niet een hele boeiende aankoop. Dan heb ik bij Williamsburg, waar we dus sliepen, daar hadden we een appartementje, super, super cute en Pinteresty trouwens. Dus check vooral even in de vlogs. Heb ik in een tweedehandswinkel dit jurkje gekocht. En die vond ik super leuk.
Hij is heel flowy en stretchy. En hier, dit zwiebert zo. Hij hangt zeg maar los. Ja, ik kan het niet uitleggen. Maar ik vind hem heel erg leuk. En ja, dit is wel echt een van mijn favoriete aankopen geweest. Het is echt een jurkje voor mij, zeg maar. Dan heb ik nog een paar super schattige sieraadjes gekregen van Claire. Want die werkt bij Katie Jewelry. En ik heb het nu in dit doosje zitten. Maar echt ringetjes en kettingje. Echt zo, zo lief. Ik heb niet alles hier. Maar ik zal nu even een beeld laten zien van hoe het eruit ziet. Mocht je in New York zijn, ga dan absoluut langs bij de winkel van Claire. Het is super cute. En oh, iets waar ik echt zoveel comments over kreeg bij de vlogs. Dat is het hoesje wat ik heb. En die komt dus van Katie Jewelry. Dit is geweldig. Ik ga het jullie even laten zien. Wacht, ik doe heel veel die hendels eraan, want ik heb hem nu zonder. Dit is een hoesje die je kan dragen als tasje. Nou, het is fantastisch. Ik dacht eerst altijd, waarom zou je dat willen? Ja, dat wil je. Kijk, dit is het hoesje. En dit zit eraan vast. En je kan het zeg maar zo. En je kan het zo dragen als tasje. Of andersom. Als je iets leuks op je scherm hebt, weet je wel dat je dat dan laat zien. En hier heb je een plek om pasjes in te doen. Het is zo handig. En eigenlijk, idealiter, moet je hem zo dragen. Zo. En dan hangt hij zeg maar. En als je even snel een foto wil maken. Of je wil even kijken op je mobiel. Dan zeg maar. Oh. En dat kan je daar dus ook kopen. Dus I love it. Alright, dan is het nu tijd voor iedereen's favoriete onderdeel. Namelijk beauty. Oh. Oké, ik heb beauty geshopt. Als eerste een iconisch product wat mij voor altijd in deze reis zal laten denken. Dat is de Airbrush Sun Sally Hansen Tanning. Ik kan echt niet praten. Sally Hansen Airbrush Sun Instant Tanning Mousse. Nou, dit is dus een zelfpruiner. En als jullie de video hebben gezien van laatst, dan weten jullie wat ik bedoel als ik zeg dat dit een zelfpruiner met bronzer is. Het zit namelijk zo, wij waren daar. Marij en ik zaten allebei zoiets van, ja, bruin worden. En toen zei zij op een gegeven moment van, ja, ik ga denk ik even een zelfbruiner kopen. En toen zat ik te kijken. En weet je nog die tube van die Kardashian, Sally Hansen, zeg maar? Ik zag ineens dat er dus ook een mousse versie was. En toen dacht ik, die wil ik hebben. Die wil ik kopen. Die wil ik hier gaan gebruiken. Zeker doordat ik toen die video had opgenomen, was ik weer helemaal into the tanning routine. En bruin worden. En ja, ik vind dat gewoon leuk voor de zomer. Ik vind dat mooi. Dus toen heb ik deze gekocht. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb hem nu ook op. Ik heb hem gisteravond opgedaan. Hij geeft een hele mooie bronzy gloed. Zoals altijd is het natuurlijk een trucje om je handen mooi te krijgen in je voeten. Dus daar ben ik mee aan het spelen. Maar ja, ik vind hem mooi. Ik heb hem om de 3 dagen ongeveer opgedaan. En ook die dag dat ik met Marij ging filmen. Want zij heeft dan een video opgenomen over wat gebeurt er als je een dag als mij eet in Amerika. Toen was ik echt zeg maar net getand. Nou, als ik dat zie denk ik echt, oh, tan goals. Gewoon dit wil ik altijd, die kleur. Nou, dat kwam dus hierdoor. Ik weet eigenlijk niet of die in Nederland te koop is, om eerlijk te zijn. Ja, ik weet het niet. Ik weet wel die spray, maar sowieso die Kardashian tube bijna niet vinden. Of nep of zo. Maar ja, anyway, ik vind hem heel erg fijn. En volgens mij is er nu 1/3 uit of zo, want ik heb hem nu de hele tijd gebruikt. Dan, palettes. Deze hebben jullie wellicht gezien. Dit is de Pat McGrath eyeshadow palette. Hij heet Mr. Subliminal Platinum Bronze Eye Palette. Ik vind dit echt een super mooi doosje. Ik vind hem sowieso heel indrukwekkend eruit zien op deze manier. Maar de binnenkant, kijk wat je moet eigenlijk zo kijken, zo. En dan de kleurtjes erin zetten. Het is echt mega mooi. Ik heb hem nog niet gebruikt. Maar dit zijn echt kleuren voor mij. Dit zijn allemaal een beetje van die koelige, met 1 warme glanzende kleur. Ja, koelige everyday kleurtjes. Daar hou ik van. Ik weet het, ik heb heel veel paletjes en zo, maar ik vind het ook gewoon leuk om nieuwe dingen te testen. En sommigen vragen dan over waarom koop je godsnaam make-up, maar het blijft gewoon mijn hobby, weet je. Het is gewoon, ik vind beauty gewoon heel leuk, het is mijn grootste hobby. Ik krijg heel veel dingen toegestuurd, maar ik kan eigenlijk het meest genieten van producten die ik zelf koop. Ja, sorry, het klinkt misschien een beetje gek, ja. Anyway, ik vind dit een heel mooi doosje en ik ga hier sowieso nog mee spelen. Als jullie ook maar iets van deze producten terug willen zien in de look, let me know. Ik merk sowieso, zeg maar, ik merk dat looks niet mega, mega veel bekeken worden. Dus ik ben wel heel selectief in wat ik opneem. Weet je, vroeger deed ik dan bijvoorbeeld best regelmatig een make-up look. Maar ik merk gewoon dat het echt voor de liefhebber is. Dus als jullie hier iets van zien, niet roepen ik wil alles zien, maar zeg echt, ja, hoe gaan we dat nou doen jongens? Pick your fave en dan kan ik er misschien wat leuks mee doen. Maar ik ga niet met alles filmen, want ja, weet je, ik zie gewoon dat mensen vinden het leuk. Maar hè, weet je, ik ben natuurlijk niet echt make-up artist. Dus, oké. We gaan verder. Een ander oogschaduwdoosje is deze van Huda Beauty Smoky Obsessions. Zo ziet hij eruit. Het is eigenlijk de bruine versie van het rode doosje wat ik al heb. En daar ben ik mega blij mee. Die draag ik echt heel regelmatig. En ja, weet je, dit is echt wel een doosje wat ik gewoon makkelijk in mijn tas kan meenemen. Voor een weekendje weg of zo. En toen zag ik deze, dacht ik, ja, die wil ik.
En ik vind dat ze een goede balans heeft van glans en mat. Dat mag echt gezegd worden. Want tegenwoordig is het ofwel allemaal mat ofwel allemaal glans. En mixje is echt de beste. Dat hebben we alle Huda Beauty paletjes trouwens. Een ander Huda Beauty product, dat is deze. Dat is de 3D Highlighter Palette in Pink Sand Edition. Super, super, super mooi. Ik weet er niet zo goed wat met de Capri aan moet. Want Capri is bruin, is te donker voor mij sowieso. Ja, of ik moet hem als oogschaduw of zo aan gaan brengen. Ja, ik heb een beetje zitten spelen met deze twee al. Die ziet er heel erg uit als Nars Albatross. Maar ik vind die twee echt mega mooi. Ja, ik hou ervan. Er staat hier trouwens Apply Capri as a base to smooth skin and boost light. Nee, dit gaat bij mij niet werken. Ik ben hier te bleek voor, ook al heb ik bronzer gebruikt. Maar ik kan het altijd een keer proberen. Dan heb ik dit Pixie paletje van Chloe Morello gekocht. Helaas hadden ze niet die van It's Judy's Life. It's Judy Time. Want die heeft er ook eentje, ze had ook Dolce Candy. Maar die vond ik dan net iets minder leuk. Ik vond deze, zeg maar, als ik echt... Ik vind mensen op YouTube leuk, maar ik kijk in dit geval wel echt uiteindelijk naar... Is het iets wat ik zou gebruiken? Dit is een paletje wat ik zo mee zou nemen op reis. 3 blushkleuren, een aantal oogschaduwkleurtjes. Dit kan als eyeliner of wenkbrauw. Ja, dit is gewoon top om alles in één te hebben. Ik vond hem heel cute. En ik vind Pixie gewoon een heel cute merk. Dus ik ben blij met deze aankoop. Ik snap het spiegeltje niet helemaal. Er zit een heel dun spiegeltje hier. Ja, ik zou hem niet zo snel gebruiken. Misschien uit nood of zo. Maar... Het is grappig. Dan heb ik van Milk Makeup iets gekocht. Jullie hebben mij echt massaal allemaal lopen commenten met... Je moet mijn Milk kijken. Het merk trok me nooit echt of zo. En nou ja, nu ben ik even goed gaan kijken. En toen zag ik dus die sticks. Dit is dan blush en lipkleur in één. Dus gewoon heel makkelijk. Lip en cheek. En toen dacht ik... Ja, maar ik vind zulke producten wel heel fijn. Als ik haast heb, is dit echt ideaal. Gewoon zeker op vakantie, als je geen foundation op doet of wat dan ook. Was je gewoon snel, even gewoon pap, klaar. En toen ben ik dus voor de kleur Work gegaan eigenlijk. Work. En ik vind hem eigenlijk heel erg mooi. Ik heb hem laatst opgehaald en ik keek naar mezelf en ik dacht, dit ziet er fris uit. Dus ik snap hem. Ik snap wel dat mensen hier enthousiast van worden. Het is niet nieuw, dit bestaat echt al eeuwenlang. Maar deze kleur is wel erg mooi. En ik zag die andere en ik dacht... Ja, dit is eigenlijk de enige die wel mijn interesse had. Zeg maar. De rest was allemaal net niet hetgeen wat ik zou kopen. Maar ik moet voor deze gaan. Ik ben er heel blij mee. Dan heb ik een Anastasia lipkleurtje gekocht. Dit is een lipglossje. In de kleur... Butterscotch. Dus een lipgloss. Niet een liquid lipstick. Ik heb nu de welbekende op. Dit is dus een liquid lipstick. Die wordt helemaal mat. En dit is echt een gloss. Een nude gloss. Want ik was dus laatst mijn collectie aan het kijken. En toen besefte ik me dat ik heel veel glossjes weg heb gedaan. Ik heb eigenlijk alleen mijn liquid lipsticks overgehouden. En gewone lipsticks. En toen zag ik deze. Dacht ik, oh, het is wel leuk om een goede nude lipgloss te hebben. Nou, niet dat ik die niet heb. Want ik heb wel wat. Maar oké, dit hele gesprek. Dit verhaal gaat natuurlijk weer nergens over. Maar anyway. Ik vind deze heel mooi. En die heb ik gekocht. Daar heb ik nog een gloss gekocht. En het is er eentje waar ik heel veel over getwijfeld heb. Dat is namelijk de Fenty Beauty Gloss... Nee, hoe heet die nou? Fenty Glow Gloss Balm. De welbekende Rihanna Fenty Lip Gloss die iedereen mooi zou staan. Nou, ik heb de hele tijd, elke keer als ik deze zag, dacht ik... weet je wel, het is een beetje bruinig, peachy. Het zijn niet kleuren die mij staan. Uiteindelijk heb ik hem een beetje op mijn hand geswatcht, dacht ik... Ja, ik weet het niet zo goed. Toen dacht ik, weet je wat? Ik doe het gewoon. Ik swatch liever niet op mijn lip in de winkel. Maar ik dacht, ik doe het gewoon. Ik koop hem. We zullen zien. En ik bracht hem aan. Ik dacht, nou, het is niet verkeerd eigenlijk. En toen had ik weer een vlog op. En toen kreeg ik echt vet veel leuke comments. Van, wow, is dat je vet goed? Dus ja, ik denk dat het inderdaad een lipgloss is die iedereen staat. Want dit is een kleur die bij normaal niet zo staat. Maar deze is best wel oké. En ik vind de applicator mooi en groot en dik. That's what she said. Maar, oh, weet je waar ik trouwens ook over twijfelde? Fenty had doosjes met... Een shape, een concealer en een highlighter stick. Dus 3 die dan ook tegen elkaar aankon. Oh, ik stond zo... Ik denk dat ik een kwartier heb staan twijfelen of ik het zou doen of niet. Want ze hadden licht, medium en donker. En licht, die was te licht voor me. Nou, dat zegt wel al wat over de kleurselectie. Want ik ben licht, maar dit was echt te licht. Dit was gewoon... De concealer was gewoon bijna wit. En de shape was sowieso te licht. Toen dacht ik echt, wauw, dit is voor het eerst in mijn leven dat ik zeg maar naar medium moet kijken. Medium zag er goed uit, maar er waren geen testers. Dus dat was wel... Toen dacht ik, zal ik het doosje kopen of niet? Zal ik het kopen of niet? Dus zeg maar, het was een beetje een twijfelgeval. En toen heb ik het maar niet gedaan. Heb ik er spijt van? Wellicht. I don't know. Nee, ik heb er geen spijt van. Want weet je, binnenkort ben ik weer in Amerika. Woep woep. En misschien hebben ze dan wel testers. Dus we zullen zien. Oké, anyway, dit is het enige wat ik heb gekocht van Fenty Beauty. Ik ben er helemaal blij mee.
Ik heb van Too Faced de Peach Mist Mattifying Setting Spray gekocht. Ik vind echt die Peach collectie vet leuk. En dit is een mini. Kijk, even schudden en dan kan je zo... Oh, het ruikt super lekker. Hier, Shake Me Baby. Ik vind het ook gewoon een soort van ASMR product. Ik weet niet of dat boeiend is voor anderen, maar ik word hier blij van dit geluid. Maar het is gewoon een setting spray voor het gezicht. Klein, handig voor in de reistas of gewoon gewone tas. Ik heb hem eigenlijk tot nu toe steeds gebruikt, random gewoon. Maar ja, ik vind het helemaal leuk. Ik heb van Wet n Wild heb ik Ultimate Brow Highlighter gekocht. Wet n Wild is echt een merk, dat mag van mij echt veel meer liefde krijgen. Dit is super betaalbaar, super nice kleurtjes. Het doet me heel erg denken aan NYX. Ik weet niet waarom het in Nederland niet makkelijk te krijgen is. Ja, het is wel hier en daar, maar niet zeg maar, daar kan je het echt gewoon net als Essence vinden in de winkel. En dit is een potloodje puur voor onder je wenkbrauw om zeg maar een soort van highlightertje aan te brengen. Ja, ik vind het helemaal leuk. Ik heb hem al een paar keer gebruikt en het is gewoon een mooi, mooi ding. Iets wat ik heb gekocht omdat dat gewoon even nodig was, dat was deze BB Pretta Powder Très Invisible Bumble & Bumble Dry Shampoo, een mini. With French Pink Clay. Omdat ik in mijn reistas altijd een droog shampoo bij me heb. Maar deze reis is die opgegaan. En ik merk dat ik sowieso als ik op reis met mijn haar meer was. Soms echt wel elke dag. En dat vind ik vreselijk. Want ik verf mijn haar en het is niet nodig. En mijn haar is het niet gewend. Maar op het moment dat je weer elke dag begint te wassen. Dan wordt het ook sneller vet. Dus je komt in een soort van oh, help. Maar ja, als je ook veel doet op een dag. En je gaat wandelen en je bent in de hitte. Dan... wil je ook gewoon wat vaker je haar wassen, zeg maar. Dus ik vind het altijd wel fijn om ook een droog shampoo mee te hebben op reis. En die was dus op. Dus ik heb deze gekocht om daar te gebruiken. En die gaat nu gewoon voortaan mee op reis. Dan heb ik wimpers gekocht van Week is Nee met Eyelure. De Grand Glamour wimpers. Die zijn echt super mooi. Nou ja, zoals jullie weten, ik mijn eigen wimpers met Eyelure. En Week is Nee was de eerste influencer waar zij wimpers mee uitbrachten. En dat was echt zo'n kikkerverhaal toen ik dat hoorde. En toen had ik ook haar wimpers gekregen. En dacht ik, ah, ze zijn echt zo mooi. Dus ik heb ze gewoon weer zelf gekocht. Je kan ze in Amerika alleen kopen. En ja, ze zijn wel echt heel glamorous hoor. Het zijn echt meerdere lagen en zo. Dus ja, ik vind ze helemaal nice. Ik heb een mini kwastje gekocht van Real Techniques. De Mini Expert Face Brush. Omdat ik mega Real Techniques fan ben. Maar die kwasten zijn zo groot. Zo dik en groot. En that's what she said. En ik zag in één keer die mini en ik neem dus normaal altijd een grote Real Techniques kwast in mijn tas mee. En dan met de poeder of in een make-up tasje. Maar dit is veel handiger, zo'n kleintje. En ik heb wel kleine kwastjes, maar die zijn allemaal niet zo goed als de Real Techniques kwasten. Dus ik ben blij dat ik nu deze heb. Die gaat vanaf nu mee in mijn tas. En tot slot in het beauty department heb ik dit gekocht. Ik was aan het filmen. Dat was in... waar was dat? Sephora of ergens anders? In ieder geval, nee, volgens mij was dat in de Target, dus in de video. En toen liet ik zo'n ding zien om je kasten te wassen. En dat ik zei van, oh, dat wil ik, maar ik wil niet $10 ervoor betalen. Maar dat was omdat het, zeg maar, een basic elf dingetje vind ik gewoon niet €10 waard. Of $10. En toen kwam ik dus naar Ricky's. Love the Ricky's. Als je naar New York gaat, ga naar Ricky's. Echt de beautywinkel. En daar zag ik deze. Dit is ook $10, maar dit is echt een hele grote. En die heeft allemaal verschillende vormpjes erop ook. En daar staat ook echt zo hier. Staat bijvoorbeeld, die is voor eyebrushes, lipbrushes, refined eyebrushes, refined facebrushes, facebrushes. Nou, mij kennende ga ik alles voor alles gebruiken. Want ik zie niet wat nou beter zo zijn. Nou ja, oké, ik snap het wel. Deze heeft wat grotere nopjes. En daar kan je dan een grote kwast doen. Maar ik ga waarschijnlijk alles zo eroverheen raggen. Maar het is wel een lekker groot ding. Ik vind de kleur mooi. En deze past denk ik ook precies goed in mijn wastafel in de badkamer boven. Dus... vandaar. Dus een beetje zeep erop. Hop, hop, hop. En klaar. Alright, dat waren de beauty dingen. Dan gaan we verder met de niet-beauty dingen. Jullie zullen wel denken, zal ze wat planner goodies hebben gekocht? Niet echt. Ik heb natuurlijk wel uitgebreid gekeken bij de planners. En heel veel rondgekeken wat er is, wat leuk is. En ik zuig al die informatie op. En ik ga ermee aan de slag. Maar wat ik heb gekocht, en dat is gewoon puur toeval, omdat ik dit in Nederland laatst heb gekocht voor €10. En ik zag het ineens hangen voor $2,50. Zijn drie van die Dymo dingen. Nou, dat klinkt heel gek, Dymo dingen. Oké, de Dymo is dus van Label Writer. En ik heb zo'n Label Writer echt al 100 jaar en die gebruik ik wel eens. Maar op een gegeven moment, weet je wel, dan is zo'n rolletje op en dan moet je op een gegeven moment zo'n rolletje gaan kopen. Nou, die kun je dan alleen online bestellen. Dus ik had er laatst eentje besteld, echt letterlijk precies deze, de transparante. En die was €10 en ik loop door de Walmart of ik weet niet meer waar het was. En ik zie ze gewoon hangen voor $2,50. Dus ik heb er maar gewoon gelijk drie meegenomen. Want ja, die dingen gaan gewoon snel op. Als je op een gegeven moment, als je eenmaal bezig bent met labelen, dan word je helemaal gek, ga je alles lopen labelen. Vind ik super chill, maar dan zijn die rolletjes snel op. Dus ik dacht, nou, even een voorraadje. Dus het is, ja, planner-wise, ja. Yeah. Ja, je kan er dingen, ja.
Dit vond ik dicht bij de categorie planner komen, maar het is niet echt per se een categorie planner. Maar ja, anyway, dus ik heb dit gekocht. Dan drie spelletjes en ik vind dit zo ontzettend leuk wat ik heb gekocht. Goh, ik vind spelletjes in Amerika kopen echt mega leuk. Sommige spellen kan je hier ook wel bestellen. Ik link alles beneden wat eventueel te bestellen is, maar sommige ook niet. En soms kom je iets tegen en denk je echt, oh, ik wil het. En dan gaan we dat gelijk al daar spelen en dat is super leuk. Nou, één zo'n spel, dat is deze, Stuff Happens. Stuff happens to you, to me, to pretty much everyone. En dit is een spelletje waarbij zeg maar verschrikkelijke dingen op kaartjes staan. Zoals bijvoorbeeld slam your hand in a car door. Phone falls in toilet. En dan elk verschrikkelijke ding krijgt een cijfer. En hoe hoger, zeg maar bij de 100, hoe erger. En hoe lager, hoe minder erg. En dan moet je zeg maar tegen elkaar opboksen. Nee, hoe zeg ik het? Nou, in ieder geval, dan moet je zeggen, nee, mijn ding is erger. Nou, ik denk dat die erger is. En dan krijg je zo, win je kaartje, zeg maar. Dus heel grappig spel. Als jij net als ik ben van de lugubere, rare dingen. Het enige is, je krijgt de hele tijd, wij kregen de hele tijd een soort van gesprek van, maar dit is helemaal niet erger, weet je wel. Ik vind dat veel erger. Maar dan hebben zij dat besloten dat dat wel erger is, weet je wel. Maar goed, schijnig spelletje. Dan het spelletje You've Got Crabs. Nou, wij waren zo enthousiast toen we dit zagen. Dit is namelijk het vervolg van Exploding Kittens en Bears vs. Babies. En dat zijn twee spellen die wij heel leuk vinden. Vooral Exploding Kittens spelen we echt heel vaak. En dit is dus de nieuwste You've Got Crabs. Het gaat gewoon puur om wie er de meeste krabbetjes heeft. En we lazen zeg maar hoe je moest spelen. We dachten, oh, dit is echt fantastisch. Dit is weer zo'n leuk spel. Dus ik kan niet wachten om dit een keertje te spelen. En dan echt een superleuk spel. Die heb ik in een winkeltje gekocht. We gingen spontaan roadtrippen ook. En toen zijn we langs een comicwinkel gekomen. Daar heb ik dit spel Game of Phones gekocht. The Battle of Smartphone Skills. Dit is superleuk. Er zitten allemaal kaartjes in. En dan staat er echt zo van, nou, iemand die legt een kaartje neer en dan staat er bijvoorbeeld, maak de lelijkste selfie. En dan moet iedereen met zijn telefoon een lelijke selfie maken. Of zoek het vieste ding in huis en maak er een foto van. En dan gaat iedereen spontaan door huis rennen en foto's maken. Nou, echt, dit is hilarisch. Dit is gewoon level Cards Against Humanity leuk en hilarisch en grappig en fout. En je kan het zo erg maken als je zelf wil. Nou, ik ben er helemaal fan van. Dit is echt een aanrader. Dan mokken. Want zoals jullie weten, verzamelen wij de Starbucks mokken van plekken waar we zijn geweest. Dat doen we nu na een jaar of twee of zo, geloof ik. En we zijn begonnen met zwart-witte mokken, maar op een gegeven moment werden die nergens meer gemaakt. Dus zijn we overgegaan op kleurmokken. Nou, we hebben dus de New York mok. Geel met blauw, best wel een mooi ding. En toen kwamen we ineens in de Starbucks en ineens hadden ze de zwart-witte met een gele taxi erop. Nou ja, weet je, we hadden echt zoiets van, ja, we hebben hem al, maar wij moeten deze ook hebben. Echt gewoon, oh. Dus nu hebben we New York City en dan hebben we New York. Dus voor het eerst dat we twee van die mokken hebben gekocht op één locatie. Maar weet je, dit kan je niet laten gaan. Als je een collector bent en je komt een zwart-witte tegen, zoals een soort van, alsof je gewoon, halleluja, een klopje goud vindt ergens of zo. Dus het is echt amazing. Wij zijn ook niet van het, want ik weet dat je soms dingen online kan vinden op eBay, maar dat willen we niet. We willen het echt op de locatie kopen. Nou, dan hebben we nog een mok. Dus deze Dunkin' Donuts. Hoe leuk is deze? Die hebben we gekocht in een Dunkin' Donuts tijdens onze roadtrip. En vond hem super cute en leuk voor koffie of thee of zo. Dus we hebben drie mokken. En we hebben sinds een tijdje ook een heel erg nice koffiezetapparaat voor bonen. En nou ja, goed, als je de vlogs volgt, dan weet je hoe wij obsessief zijn door ons nieuwe koffiezetapparaat. Maar we zijn dus ook zoekende naar goede koffie. Dus in Amerika gingen we overal waar we kwamen, oh, koffie, koffie, koffie. Dus Gregor wilde op een gegeven moment echt alle bonen kopen die we zagen. Ik zeg, nee, hou je in. Laten we wachten tot het eind. En op het eind hebben we besloten om Dunkin' Donuts bonen te kopen. En we hebben hier Dunkin' Donuts Whole Bean Original Blend. En Dunkin' Donuts Cinnamon Coffee Roll. Maar dit zijn geen bonen trouwens. Dit is gewoon al gemalen. Maar dat kan in principe ook in ons apparaat. Maar Dunkin' Donuts heeft echt super lekkere koffie. Dat weten heel veel mensen niet. Maar hun koffie is echt awesome. Dus als je in Amerika bent en je denkt, oh ja, ik wil koffie, maar Dunkin'. Probeer het. Er zijn heel veel mensen die gaan puur voor de koffie daarheen. En dat begrijp ik. Dus wij hebben het nu ook in huis. Dan hebben we nog een food dingetje. We hebben namelijk zo'n soda stream ding in huis. En ik zag ineens Diet Root Beer. En Foef die is helemaal fan van Root Beer. Dus toen heb ik deze gekocht. Dat doe je zeg maar één drupje erbij. Dit is echt, ik weet het, weet je wel, frisdrank. Maar we hebben nooit frisdrank in huis. En ik dacht, ja, als je dan eens een keer zoiets wil maken, is dit misschien wel grappig. Want deze kan je volgens mij niet in Nederland kopen. En tot slot heb ik bij Walmart cups en spoons gekocht. Dit is zeg maar om 8-piece measuring set. Om cups en halve cups en kwart cups en teaspoon, tablespoon enzovoort af te meten bij het koken. Vaak bij Amerikaanse recepten gebruiken ze toch cups. En je kan wel een beetje gokken en raden, maar 9 van 10 keer klopt het niet. De keren dat ik, weet je, dan een cup is dan zogenaamd 220 gram, maar dan eigenlijk is dit dan minder. Dus je moet het echt scoopen met de cup.
En we hadden al zo'n setje, maar die is echt incompleet. We missen allemaal stukken. En ik dacht, ja, een nieuw setje. En ook echt bij Walmart gekocht. Weet je wel, hoe leuk is dat? Echt uit Amerika meegenomen. Ja. Goed, en dat is alles wat ik heb gekocht. Ik denk dat dit alles is. Ben ik iets vergeten? Ik denk het niet. Maar ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken naar mijn shoplog. Wij zijn gek op Amerika, zoals jullie het weten. Shoppen we daar graag. En we hebben het echt onwijs naar ons zin gehad. Wij gaan binnenkort, dat is eind augustus, dan is Burning Man weer. En wij gaan weer naar Burning Man. Dus dat wordt weer leuk, want we gaan naar Burning Man. We gaan daarna nog naar LA, we gaan road. Nou, het wordt weer helemaal leuk. Dus ik zou zeggen, mocht je dat leuk vinden, volg mijn andere kanaal, Vlogklos ook. En mochten jullie nu alvast zoiets hebben van Marsh, dat en dat is leuk. Ik weet niet of ik heel veel kan shoppen, omdat we natuurlijk ook met die Burning Man dingen zitten, tenten en weet ik veel wat allemaal. Maar ik kan wel wat kleine dingetjes hier en daar kopen. En weet je, ik kan me toch nooit inhouden in Amerika. Maar laat het vooral even achter. Als je zegt, joh, je moet dat en dat checken, laat het even weten. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doei!